Vlak voor de start is iedereen nerveus, zeker ook Karel van Wijnendalen. Germain de Rijke, winnaar van Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Milaan-San Remo. Nest Sterks, de koning der kermiskoers, is 32. Pino Cerami is nog een jaartje ouder. En dit is de Waalse toerrenner Jean Brancard. Voor Van Steenbergen wordt 1955 een jaar zonder één grote overwinning. En nog snel een handtekening meepikken van Wim van Est. Hugo Coblet, le pédaleur de charme, komt voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Wereldkampioen Bobet is in de voorbije jaren één keer zesde en twee keer vierde geweest in die Vlaamse topklassieker. 201 renners trekken zich op gang voor wat een schitterende ronde zal worden. Het blijft de hele dag droog, maar het is wel bitter koud. In Waarschoot, na 13 kilometer, vormt zich een kopgroep van 13 man. Met onder meer Van Steenbergen, Marcel Janssens, De Korte, de Nederlander Adrie Voorting en de Fransman Carrara. Na 147 kilometer op de Kluisberg rijdt Van Steenbergen de kopgroep aan stukken. Hij komt als eerste door op de top. Het levert hem een wasmachine rapide op. Intussen heeft de Fransman Bernard Gauthier de tegenaanval gelanceerd. We zien hem hier voor zijn landgenoot Dupont en Hugo Coblet. Hun achterstand is 2 minuten 20. Het peloton, aangevoerd door wereldkampioen Bobet, volgt op 3 minuten. En nog verderop zien we de Italiaan Loreto Petrucci. Beetje bij beetje komt alles weer samen en als we aan de beklimming van de Kloosterstraat beginnen, hebben we vooraan een omvangrijke groep. De hele foto- en filmpers is present op die klim, want daar moet het gebeuren. Als eerste passeert de Fransman Bernard Gauthier, vier keer winnaar van Bordeaux-Parijs. Daarna krijgen we Bobet in de regenboogtrui, Rick van Steenbergen, Hugo Coblet en Germain de Rijke met het nummer 31. De eerste vier zetten hun inspanning voort. Bobet, Van Steenbergen, Coblet en Gauthier, die vier gaan sprinten voor de zege. Van Steenbergen, de grote favoriet, vertrekt van ver op kop, maar wordt nog voorbijgegaan door Bobet en Coblet. Een verrassende ontknoping. Van Steenbergen legt uit. 55, dat was de ronde waar ik niet te goed over te spreken geweest ben. De bergen zijn, zijn voorbij en Coblet komt bij mij en na dat komt Bobet en Gauthier bij mij. We waren met vieren en met vieren rijden we naar de meet en we komen, ik geloof dat het dorpje Leden was of zoiets. Op Wichelen? De, of Wichelen, op de kilometer of vijf van de meet af. Hè. 4, 5 kilometer. En we staan voor een barriel en die drie klimmen erover. Die drie buitenlanders klimmen erover, dus ik moet meegaan. In het buitenland mocht dat? Zeggen ze, in het buitenland toegelaten, in België niet, maar ik klim er ook mee over. En we zijn dus terug op weg naar de aankomst en ik voel dat ik kan winnen. En er komt een auto van een, met de leiding van een BWB, zeker van de Kerkhoven. En die zegt, Rick zegt, u bent gedeclasseerd. En vanaf dat hij zegt gedeclasseerd, kon ik... Ik weet niet, sloeg dat in mijn benen of heb ik in de sprinter niet meer kunnen uithalen wat ik normaal wel kan in de sprint, kost in de sprint. En ik word geklopt door...